Hallo, het fijne mens. Even zo voor de wind. Nou, ik ben hier even met de Radboud. Ik zou vanmorgen terug worden gebeld. Want ik had opgebeld na 3 jaar nog eens. Want, omdat ik was het vroeger niet eens met het beleid. Dus ik denk, nou zijn die mondkapjes niet meer verplicht sinds een maand. Dus ik denk, ik bel nog eens op. Want dat is voor een bepaalde reden. En daarna ga ik ook niet meer. Maar ze zou dus telefonische afspraak tussen 11:30 en 11:30 terugbellen. Ze hebben niet teruggebeld. Wat ik wel raar vind. Maar normaal bellen ze terug en als ik tijd had, zei ze, kun je vandaag nog komen? Kon ik even langs. Dus dat vind ik wel heel raar. En kijk hierin. Kapitaalvernietiging. Het zijn dus allemaal af het breken, want ze hebben hier een nieuw ding, wat Wimpy Alexander hier op het hoekje toen geopend had. Kijk, dit is de nieuwe ingang. Want dit achter mij is het Experience Center wat hij geopend heeft. Maar dat is dus kapitaalvernietiging. Daar hadden ze, ik denk, nou, denk we zeker zo'n 1000 studenten, hadden ze daar wel in kunnen zetten. Dus waarom doen ze dat niet met die woningnood? Zetten daar studenten in, een beetje aanpassen. Studenten erin zetten. Dan heb je genoeg woonruimte, want nu zitten ze allemaal in die campussen. Dus het is gewoon kapitaalvernietiging. Is dat, ze doen het gewoon expres. Oh ja, ik heb trouwens vernomen, ze gaan, de regering gaat 1000 extra plekken aanwijzen om gratis maandverband en tampons ter beschikking te stellen voor mensen met een klein inkopen. Trapt er niet eens mensen, want we hebben gehoord dat er graafveenoxide in zit. Net als in die, je weet het wel, die dingen wat je moet nemen, wat je moet nemen, weet je wel, die chaps. Die moet je absoluut nemen. Maar het is bizar geworden. Oh ja, ik ben even een kappertje geweest met mijn vriend Mario. Ik belde hem om 4:30. Ik zei, kun je vandaag of morgen me nog knippen? Kun je binnen een kwartier hier zijn, zegt hij. Ja, Mario. 10 minuten als ik daar even nog zichzelf in haar geknipt doe. Ik heb vandaag om 11:00, ik had gisteren dat boek Ken je recht. Had ik gisteren besteld rond 1:00 of 3:00 voordat ik naar Zoneman ging. En om 11:00 had ik het vanmorgen al. 334 pagina's. Die ik moet leren voor begin mei, voordat ik die rechtszaak heb. En dat is nogal wat, want als je het ook leest, wat ze ons niet zeggen van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, dat moeten ze ons eigenlijk op school leren. Dat is in 10 december 1948, hebben ze dus al die landen een overeenkomst getekend, dat studenten ook geleerd moet worden over het verschil tussen een rechtspersoon en een natuurpersoon. En die rechters zijn allemaal rechtspersonen, daar hebben wij niks mee te maken. Alleen ambtenaren, die zijn onderdeel van de staat der Nederlanden. Maar dat was nog ook nog heel wat, dat mijn hoofd te leren. Ik ben wel aantekeningen maken en zo. Ja, daarbij heb ik het ook nog druk met al die kanalen, die Telegram-kanalen wat ik heb en al die andere kanalen met artikelen van de Bataafse Republiek. Moet je natuurlijk posten en zo, en dan stuurt hier nog een berichtje, moet je op reageren. Die wil een spraakberichtje en zo. Ik heb vandaag gezondigd, ik heb vanmiddag 1 sigaretje gerookt. Eentje maar. Maar nog steeds geen alcohol of wat dan ook, geen wiet. En nou rook gewoon ook niet meer, het was gewoon een zwak moment, even eentje. Het was zo, maakt verder niet uit. Ik doe het ook verder niet meer, want het brengt niks, het heeft en het kost alleen maar geld. Maar mensen, kijk dus uit met die maandverbanden, gaan ze niet halen gratis. Doe er gewoon een stukje wc-papier inleggen of zo. Want het is ook eigenlijk wel logisch, want ze proberen natuurlijk alles om vooral de vrouw moet weg. Hè. Ze willen geboortebeperkingen, dus ze willen de mensen uitroeien. 81,8%. Oh ja, ik had trouwens wat leuks ontdekken op mijn YouTube kanaal, die thumbnails. Maar wat is nou, vanmorgen heb ik er ook nog een hele aantal willen doen. En opeens kreeg ik een bericht van, ik kon er de komende 24 uur niet meer maken. Ik had het maximum bereik. Raar. Ben ik dus de Bataafse vlag, ben ik overal een pose, heb je misschien gezien. Dus ja, leuk. Ja, is wel leuk, ik vraag nooit iets aan mensen. Als ik toevallig achterkom met iets, dat doe ik het.
Doei.